Vrij trap is voor Feyenoord. Igor Paixão lijkt hem te gaan nemen vanaf die linkerkant met zijn rechter indraaiend. Dan gaat die bal uit 16 meter. Traune! Traune! Ja! Traune! Hij maakt het! Hij maakt hem! Eindelijk! Gernot Traune zet die kale klets tegen die vrije trap van Paixão. En via de onderkant van de lat om hem extra mooi te maken ploft hij binnen. Gernot Traune, as is sight! Jawohl! Het is de aanvoerder van Feyenoord die zijn ploeg echt letterlijk bij de hand neemt. Die vrije trap zo op die kale kletsen neemt. Hoppa, via de onderkant van de lat gaat hij binnen. En eindelijk heeft Gernot Traune zijn doelpunt te pakken. Hoor maar. Het is echt een dingetje, hè? Zag je al die ploeggenoten van hem? Geweldig. Iedereen bespringt hem massaal. Het was echt een dingetje. Het was echt een themaatje. Er wordt nog wel gecheckt of het buitenspel is. Nou, dat zal het niet. Ik zie namelijk, maar dit is Timber die buitenspel staat. En Traune daarbij lijkt mij op één lijn. Zou je net zien dat mijn scherm nu een beetje korrelig wordt. Hij houdt ook zijn tegenstander even vast. Ja. Het zal toch niet, hè? Het zal toch niet dat deze goal van Traune wordt geannuleerd. Er wordt ook nul gecommuniceerd. Daardoor kunnen wij ook lastig richting jullie als luisteraars doorcommuniceren. Ja. Wij zien namelijk maar een beeld van... Hij keurt hem af. Scheiße. Ah, hij keurt hem af. Ah, wat is dit zuur. Wat is dit wrang. Eindelijk is daar die goal van Traune. Na 98 wedstrijden. Ah, wat baal ik hiervan. Het lijkt wel of het ook gewoon niet mag, hè, bij hem. Hartman heeft ruimte gezien naar die linkerkant. Dan gaat Stengs ook gelijk mee. Hartman brengt hem in. Oh, Gimenez die schampt hem. Bal blijft al hangen. Wordt hij nog een keer teruggebracht. AZ kopt hem dan weg. Dan kan er geschoten worden. Hansko half. Geertruiden! Ja! Ja, ja, ja! Het was het schot van Hansko die met een hele rare stuit in de 16 ingaat. Geertruiden staat op de goede plek. Knikt hem binnen. En vlak voor rust. Komt Feyenoord dan eindelijk op 1 tegen 0 tegen AZ. Ja, door dit doelpunt gaat geen streep, lijkt me. Ook deze zal gecheckt worden op buitenspel. Maar volgens mij staan er nog zoveel spelers bijna aan de buurt van de doellijn. Ik denk dat Geertruida zegt, deze is voor jou Justin, dat lijkt ik er een beetje uit op te maken. Ja, hij pakt echt de camera na zijn doelpunt. Dus een lange trap van Wellenreuther wilde ik zeggen. Het is vooral een hoge trap, er komt niet eens de middencirkel bijna in. Wordt dan wel verlengd, komt dan bij Ueda. Ueda naar Paixão. En lijkt fijn dat hij hier toch nog wat van te kunnen maken van deze slechte uittrap van Wellenreuther. Een fraaie samba-actie nu van Paixão. Legt hem dan terug naar Wiever. Gaat dan naar voren. Steeks breed. Nieuwkoop. Ja! Ja! Wat een geweldige goal was dit van Feyenoord. Heerlijk uitgespeeld. Over meerdere schijven. En uiteindelijk is het Bart Nieuwkoop met de 2-0. Het begint met die hele slechte uittrap eigenlijk van Wellenreuther. Die goed verlengd wordt. Knappe actie uit de voeten van Paixão. Goed gevoetbald door Wiever. Vooruit naar Stengs. Breed naar Nieuwkoop. En Feyenoord gooit deze wedstrijd een paar minuten voor het einde van de officiële speeltijd in het slot. Door de goal van Bart Nieuwkoop. Een prachtige aanval is het uiteindelijk de top. De man van de goal, Bart Nieuwkoop. Ja, daar is dan toch opeens een moment van de individuele klasse van Igor Paixão. Die heeft een hoofdrol bij dit doelpunt. Speelt geen goede wedstrijd. Ik vind hem sowieso nog geen goed seizoen bij Feyenoord draaien. Maar dit moment was wel goed van Paixão. Met 2-3 man om hem heen krijgt hij de bal erlangs. Daarna wordt het doorgecombineerd naar Stengs. Geen buitenspel. Die legt hem af op Nieuwkoop. Zo speel je zo'n aanval uit.